Vandaag de eerste harde schijven met een capaciteit van 16 terabyte. Seagate heeft Western Digital afgetroefd en komt als eerste met harde schijven met een capaciteit van maar liefst 16 terabyte. Er zijn drie verschillende modellen, we hebben ze alle drie getest en ze liggen hier voor ons. De Iron Wolf Pro en de Exos. Nou, laat maar eens even beginnen bij de capaciteit 16 terabyte. Het houdt mij niet op bij harde schijven, ze blijven groter worden. Ja, ze moeten wat. Ze worden niet meer sneller, want daarvoor hebben we tegenwoordig SSD's. Maar ja, er zit nog wel groei in de capaciteit. Dus ja, de dichtheid per pletter die is ten opzichte van de vorige generatie, dus de 14 terabyte disks, maar marginaal toegenomen. Wat hierbij is gelukt, is er nog een extra pletter in dezelfde behuizing duwen. En dat is mogelijk door gebruik van helium. Ja, pletter, dat zijn die magnetische schijven waar de data daadwerkelijk opkomt. Dat zijn er altijd meerdere op elkaar. Vroeger was het eigenlijk al moeilijker om er vier of vijf in een harde schijf te stoppen, want ze gaan vibreren, ze kunnen elkaar raken. En daar is helium inderdaad de oplossing voor. Ja, daardoor kun je ze dichter op elkaar zetten. Dat betekent wel dat ze helemaal hermetisch gesield moeten zijn. Dus deze disks zien er ietsje anders uit. Ze doen eigenlijk qua design, doen ze mij weer een beetje denken aan de oude schijven van wel eer. Als je ver terug gaat in de tijd, dan hadden ze een vergelijkbare ontwerp. Ja. Ze hebben ook hele kleine printplaatjes aan de onderkant. Dus alles is geminiaturiseerd. En ja, je kan dus daardoor 9 schijven laten draaien met ook nog eens een keer de lees- en schrijfkoppen die daarboven hangen. En daardoor kun je nu dus weer een wat grotere capaciteit bieden. Ja. Voor de duidelijkheid, deze schijven zijn bedoeld voor echt dataopslag in NAS'en en de professionele variant daarvan. Ze zijn, niemand houdt je ervan om ze in een desktop te schroeven, maar daar zijn ze niet op bedacht. Iron Wolf is ook Seagate's serie voor in de NAS'en en daarmee dus de tegenhanger van Western Digital Red. Ja, ja, we krijgen natuurlijk wel eens vragen, wat is nou het verschil tussen een NAS harde schijf en een gewone harde schijf? Ja, in essentie is er niet zoveel verschil. Western Digital die zei op een gegeven moment van ja, de foutcorrectie vindt bij een NAS-schijf plaats door het NAS-besturingssysteem. Dus onze eigen foutcorrectie die gaat daar niet mee interfereren. Dat staat eruit. We hebben het over iets andere firmwares die op iets andere gebruiksmodellen geoptimaliseerd is. Maar ja, de basis is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dat zie je ook in het overzichtje. Het zijn allemaal 7200 RPM disks met 256 megabyte cache. Het zijn ook overigens nog allemaal serial ATA 600 disks. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat voor zover wij weten, hebben wij hier eigenlijk hardwarematig fysiek 3 keer hetzelfde product voor ons liggen. Misschien dat er wat intern wat verschillen zijn, maar dan zijn ze ons of niet bekend, maar zijn ze sowieso miniem. Het verschil zit meer in de validering en de service eromheen. Ja, het zit in de firmware, althans dat begrijpen we van Seagate. De Exos-lijn die is echt specifiek bedoeld voor de intensief gebruik in datacenters. Die positioneren zij een beetje tegenover de Hitachi Desktar-modellen van de concurrentie. Die een goede naam hebben op dat vlak. Dat is, daar valt op marketinggebied ook wel wat te winnen. Ja, dit is echt zo'n schijf bedoeld voor van die cloud-servers. Met lekker veel data, veel schijven erin. Als soms het eentje uitvalt, alles is toch redundant en gaan. Ja, precies. Dus die heeft 5 jaar garantie. En die heeft een wat hogere hoeveelheid terabytes written dat die gegarandeerd wordt. Ja. Nou, de Iron Wolf is een beetje your basic NAS disk, hoe basic is een 16 dB disk. En dan is Iron Wolf Pro, voorheen verschilde die ook doordat er vibratiesensoren in zaten. En dan zei Seagate van ja, daar kun je er dus veel dicht op elkaar zetten. En dan houden ze rekening, ze meten zeg maar als er vibratie, als een naburige disk aan het draaien is, dan houdt die andere disk, die houdt er dan rekening mee. Ja, naar verluid zitten die sensoren nu ook in de gewone Iron Wolf, dus het scheelt nu eigenlijk vooral 2 jaar garantie. En daarnaast is die Iron Wolf, daarbij levert Seagate iets wat ze data rescue noemen. En dat is dus een data recovery service. Dat als zo'n schijf onverhoopt toch stuk gaat, dat zij nog helpen om je data te redden. En ja, als je weet hoe duur dat is, en je bedenkt 16 TB is een hoop data om kwijt te raken, dan is die meerprijs best wel interessant. Want zo hoog is je nou ook. Vrij goedkope verzekeringspolis. En dat zit dus alleen op de Iron Wolf Pro. Dat zit dus duidelijk niet op die Exos. Nee. En daarmee zien we ook, als we even naar het tabelletje kijken, nogmaals, eigenlijk alle technische specs zijn dus hetzelfde. Als we naar de prijzen kijken, de Iron Wolf Pro is ook de duurste van het drietal. Ja. Die kost gemiddeld 623. De standaard Iron Wolf, dus de run-of-the-mill NAS-schijf, is met 5,59 de goedkoopste. En die Exos valt er dus een beetje tussenin. Ja, precies. En je kunt je dus heel erg afvragen als je toch, de totaalprijs is best hoog. We hebben het over regio €600. Wil je dan echt die paar tientjes gaan besparen? Ik zou zeggen, als je een NAS maakt, dan bouw je die waarschijnlijk voor een paar jaar. Dan is die Pro waarschijnlijk
de slimmere investering. Maar goed, je hebt de keuze in elk geval. Dat is denk ik ook een beetje waar de harde schijffabrikanten op inzetten. Keuze, dus je hebt allemaal gespecialiseerde modellen voor thuisgebruik, voor intensief thuisgebruik, voor nou ja, gewone nassen, intensief gebruik in nassen, enterprise disks. Maar in essentie is de technologie verandert niet zo heel veel aan. Ja. En je hebt deze disk natuurlijk ook vanaf 10 terabyte ook in basically dezelfde disk, alleen lage capaciteiten. Duidelijk. Nou, als het gebruiksdoel NAS is, dan kunnen we denk ik al snel de discussie voeren hoe belangrijk zijn de prestaties eigenlijk. Maar we gaan er toch even naar kijken. Begin even met HDTune, gewoon een benchmark die gewoon sequentieel van begin tot eind dat ding volschrijft. En dan kijken met welke snelheid dat gemiddeld gaat. Ja, nou ja, daar zien we de moderne schijven hebben hier allemaal disks vanaf 10 terabyte. Tot en met 16 TB bij elkaar. Naarmate je pletterdichtheid toeneemt, daar zit nog wel wat winst. Want dan is die lees- of schrijfkop net wat sneller bij die data. Maar ja, je ziet allemaal snelheden van boven de 200 megabyte per seconde. Nou ja, NAS interfaces over het algemeen nog altijd 1 gigabit. Excuseer. Ja. Dus dan, die zitten ruim onder. Dus die basisprestaties die zijn daarvoor meer dan voldoende. Ja, en het zou inderdaad pas zijn bij een 10 gigabit NAS dat de schijven weer de bottleneck worden. Dan heb je natuurlijk wel meestal weer een combinatie van meerdere schijven. Precies. Maar zelfs dan zijn de verschillen eigenlijk zo klein dat je kunt zeggen, waar hebben we het over? In de praktijk merk je het vermoedelijk niet. Bij random, dat is dan weer de volgende benchmark. Atto, gewoon random lezen en schrijven van 4K datablokken. Zijn de verschillen wat groter? Maar eigenlijk als je een beetje naar dit grafiekje kijkt, is het ook bijna lood ijzer. Het ligt heel dicht bij elkaar. Opvallend is dat de Exos inderdaad net wat lager uitkomt. Waarvan je misschien zou verwachten dat hij juist wat beter zou presteren hier. Maar vermoedelijk ga je hier de keuze niet op laten hangen. Ja. PC-markt storage score hebben wij gedraaid. Het is een benchmark gebaseerd op het harde schijfgebruik van echte applicaties. Dat betekent dus als je de schijf zou gebruiken eigenlijk als OS-schijf, als programma-schijf. Laten we meteen zeggen, dit zouden we bij dit soort schijven nooit aanraden. Nee, feitelijk niet meer. We zeggen altijd, neem daar een SSD voor anno 2019. En de afgelopen 5 jaar eigenlijk zeggen we dat al. Dus dit is meer theoretisch, stel dat. Hè. Dan zie je dat het vergeleken met een SSD bedroevenswaardig langzaam is. En binnen het hele segment van deze harde schijven zijn ze best vlot. Ja, maar nogmaals, niet doen. Nee, en dan is voor NAS-gebruik zijn dingen als geluidsproductie en stroomverbruik misschien wel van belang. Zeker als je die NAS gewoon ergens op een plek hebt staan waar je hem ook gewoon daadwerkelijk kunt horen. Dus bijvoorbeeld niet in de meterkast, maar dat je hem op een werkkamer of op een andere plek in huis moet zetten. Precies. Nou ja, het gemiddelde kantoor is vermoedelijk aanzienlijk luidruchtiger. Wat we wel zien is dat zowel in idle, vooral in idle, maar ook wel actief, maken ze wat meer herrie. Ja, het is logisch, er draaien wat meer pletters rond. De luidruchtigste is die Exos. Nou, die blijft onder de 40 dB, dat meten we op een korte afstand van 10 centimeter, als dit in een behuizing zit, is waarschijnlijk de fan van je NAS al luidruchtiger dan deze disks. Ja. Dus het is eigenlijk geen factor om die beslissing op te baseren. Ja, nou, en dan tenslotte het stroomverbruik. Idle heeft Seagate het sowieso goed voor elkaar. Ja, ze zijn lekker zuinig. Je ziet dat Seagate goed aan de weg timmert op dit vlak, want ook de eerdere edities van deze disk die doen het eigenlijk gewoon goed. In bedrijf verbruiken ze ietsje meer, maar wederom die halve wat meer dan de kleinere disks. Het is niet iets om je beslissing op te baseren. Nee, dat brengt ons eigenlijk bij een conclusie die ik zeg maar als harde info niet heel erg leuk is. Maar het is wel een feit. Eigenlijk dus de testresultaten bij NAS harde schijven doen er niet zo heel erg veel meer toe. Het belangrijkste zou eigenlijk zijn de betrouwbaarheid. Maar dat is iets wat je gewoon niet simpel kunt meten. Dat weten we eigenlijk pas over een paar jaar. Ja. En wat dat betreft heeft Seagate in ieder geval gewoon zeker geen slechte naam. Nee, de Iron Wolves die doen het zowel wat we uit de markt horen als wat we ook wel uit de onderzoeken door anderen zien. Doen ze het goed. Ik denk dan zelf, als je gaat kiezen, ik zei het eerder al, ik denk dat die Iron Wolf Pro eigenlijk interessanter is. En als je zegt van die 16 TB is een beetje te duur, je kan ook de 14 of de 12 of desnoods de 10 TB versie nemen. Want we hebben het gezien, de prestaties lopen niet zo ver uit elkaar. En ik denk eerlijk gezegd dat je beter 2 keer 10 TB kan nemen dan 1 keer 16, bij wijze van spreken. Ja. Omdat je over het algemeen in de NAS toch voor redundantie zal gaan. En dat is belangrijker. Ja, een 16 TB disk die vol staat en stuk gaat zonder backup, daar word je niemand vrolijk van. Duidelijk. Tot zover deze aflevering. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. En als je daar toch bent, geef ook nog eventjes die bekende duim omhoog bij deze review als je hem kon waarderen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.